De zijsleutel die ik het meest gebruik, dat is heel klein. Dat is een beetje beduimeld en die meer mooi koperkleurig, messingkleurig, maar een heel fijn ding. Twee kogellagers erin. En hij is heel zwaar. Het gewicht is genoeg om hem op mijn bovenbeen te zetten. En dan kan ik vanuit mijn zogenaamde makkelijke stoel cursus maken. Geweldig is dat. Opnieuw een seinsleutel. En nu een hele andere. Een fibroplex principe. Dat wil zeggen dat je de punten met je duim doet. En de strepen met je wijsvingers. Dus hij zit een beetje los op de tafel. Maar doe je dit, dan krijg je gewoon het effect van een gewone sleutel. Doe je dit, dan krijg je de punten. En de afstand van dit gewichtje bepaalt de snelheid. Fibroplex. Het is een high mount. Het is geen fibroplex. Nog een tweede filmpje met wat meer detail. Ik zie nu dat hij als, dat zag ik zo pas voor het eerst, dat hij coax heeft gebruikt voor, om aan te sluiten. Maar dit is dus het gewichtje. En als het goed is, dan doe je dit. En dan trilt hij zie. En door de trillen maak je dus de punten. Maar het is een hele kunst om het ding af te stellen. Dat is dan wel weer een puntje. En ik moet er nog mee leren omgaan. Zo, nog een derde filmpje. Het, wat mij aanspreekt in deze sleutel ten opzichte van de moderne automatische seinsleutel is dat deze een herkenbaar handschrift geeft. Dus je hebt zelf nog invloed op de lengte van de punten. Ik moet zeggen, ik heb deze een maand of wat geleden van een mede-amateur. Ik had wel eens heel lang naar zo'n ding op zoek. Ik ben zo ontzettend blij ermee. Ik heb dat ding van hem gekregen gewoon. Maar echt, volgens mij heb ik er al 5 jaar naar gezocht naar zoiets. Enigszins betaalbaar ook. Maar die fibroplexen die zijn niet goedkoop. High Mount is het, van Japanse makelij. En de... Ja, ik dacht ik zal maar eens een fatsoenlijke sounder erbij pakken. Dit is een kier. Dus dat is nog veel luxe. Maar die kun je ook als sounder gebruiken. Maar ja, de contacten van deze sleutel die zijn een beetje vuil. Dus het klinkt nergens naar. Dus nou, daar moeten we even naar kijken. Eerst dit ding maar even behandelen. Dit is de goedkoopste keer die destijds, ik weet niet of ze nu nog een goedkoper hebben, maar die MFJ aanbood. Heel simpel, met een 8044 van Curtis. Rond zo'n bekende chip die ook in heel veel HF transceivers van een aantal jaren geleden zat. Tegenwoordig zit het in de firmware. Maar toen was dat nog een aparte chip. De Curtis 8044 als ik het uit mijn hoofd goed zeg. En die kan zowel iambic A als iambic B aan. Dit is de achterzijde van de keer. De output is een schakelcontact. De power, daar kun je een voeding op aansluiten, maar ik heb hem op een 9 volt batterij draaien. De oplaadbare die erin zat, die deed het niet meer. Keer is een 3-contacten connector. Maar in dit geval doe ik met een aantal verloopjes 2 contacten, zodat er een gewone sleutel op kan. En je kan hem dus op echt automatisch zetten of op halfautomaat. En ja, op halfautomaat, als je het juiste contact kiest, dan ja, werk je met een gewone sleutel. Ja, deze sleutel is dus een opengewerkte versie van de bekende Junker seinsleutel. Die kon je heel goedkoop kopen destijds. Dat was een sleutel met een, een beugel om je been van in vliegtuigen en een band waarmee je hem vast kon maken. En dan kon je dus in het vliegtuig zijn, zoals ik dus vaak doe met die andere sleutel, met op mijn bovenbeen de seinsleutel. Nou, ik zal zo wel een stukje seinen. Even laten horen, maar heel snel gaat het met deze niet, vanwege dat de contacten nog een beetje vuil zijn. Het contactenprobleem kun je schoonmaken, contacten, maar meestal dan sein ik gewoon en dan komt het vaak vanzelf goed. Het is beter, denk ik. Even kijken hoor, maar dit gaat niet fantastisch omdat het ding los staat en ik maar 1 hand beschikbaar heb met de camera. Nou, fantastisch gaat het niet. Nou, moet ik deze sleutel ook even in bedrijf laten zien.
Wat nog wel leuk is om te laten zien, dat is het verschil tussen de twee calls, PNL ETE en PSSE. En dat was dus PNL ETE, dit is PSSE. Dat scheelt een hoop. Dan moet ik eigenlijk ook nog wat met de pedal oefenen, maar het valt niet mee. Nee, ik ben dat echt helemaal verleerd. Hij zit een beetje los, dat is ook niet handig. Maar ik heb volgens mij afgelopen zomer nog QSO gemaakt met de Pico pedal van de mountaintoppen. Maar dit gaat echt niet goed. Jongen, jongen. Ja, de sleutel is een MFJ. Een Behnsir model, hè, met pedals met de glazen, de plexiglas pedaltjes. En uiteraard weer dezelfde keyer in gebruik. Elektronica. Het is best wel een aardige sleutel, is niet super duur. Ik heb ook deze als occasion gekocht, maar er werd gezegd van hij heeft duidelijke gebruikssporen, maar alleen de doos was, hij was zelfs nog nooit aangesoldeerd en er werd toch gezegd van ik heb hem gebruikt, maar dat kan ik me niet goed voorstellen. Hij was zo goed als nieuw. Nou, ik zal een stukje proberen. Echt, iambic gaat het niet. Dat is dit, hè. Maar ik moet eerst gewoon het weer te pakken zien te krijgen. Kijk, het voordeel van een iambic sleutel zit hem in de weinige bewegingen die je hoeft te maken. Als je een Q zijnt, wat toch best een ingewikkeld teken is, dan is dat genoeg. Dus je drukt hem in, dan gaat hij strepen geven, doe je één keer de punt in, dan voegt hij een punt tussen dus. Stukjes zijn er nog, kijken of het gaat. Dat moet een U zijn. Dit filmpje duurt iets langer. Zodat ik wat meer tijd heb om te demonstreren. Maar dat gaat ten koste van de resolutie. Althans op wokka.be. Ik heb niet eens zo lang geoefend, maar het seinen met pedal, dat lukt weer. Oh, hij is niet in beeld, je ziet alleen mijn hand. Dus eens even kijken of ik dat kan veranderen. Misschien op deze manier. Het iambic lukt nog niet helemaal. Als ik wat meer, wat vaker oefen, dan lukt iambic dus wel. Dus het iambic is dat knijpen, hè? Dat je met beide tegelijk doet. Nou, zo pas ging het hartstikke goed.
Nou. Nou, nog heel even oefenen, een paar minuten en dan kan ik een kuur zo maken. Nou ja, dit is de Kent. Die zijn toch wel erg fijn, moet ik zeggen hoor. En als je hem een tijdje niet gebruikt hebt, dan realiseer je dat het een hele fijne sleutel is. Nou. Het is heel gemakkelijk om heel mooi te seinen met die sleutel, echt. Ja, ik was nog niet klaar met mijn serie over seinsleutels laatst. Dit is een bijzonder sleuteltje. Het is gemaakt in de Sovjet-tijd. En ze zijn gewoon te koop als nieuw old stock, volgens mij nog steeds. Zo heb ik hem wel gekocht. Dat zijn sleuteltjes die gemaakt zijn voor de KGB, voor de geheime agenten. Ze zijn heel klein. Maar het zijn goede seinsleutels. Er zitten bij die Russische sleutels altijd van dit soort stekkers aan. Dat is een beetje link, want ze passen in het stopcontact. Het aluminiumdekseltje dat kan er dus af. En dan zie je dit. Een redelijk serieus miniatuur seinsleuteltje. Waar heel goed mee te seinen is trouwens. Dat is echt een fijn ding. Ik ga deze gebruiken voor het pedestrian mobile gebeuren. Bij al deze filters zit er een shaping netwerk in. Dat moet je eruit halen. Oh, daar gaat mijn wekkertje. Nou. En nu zijn we 30 seconden van het filmpje alweer bijna over. Maar er zit een shaping netwerkje in. Daar vertel ik zo over verder. Deze sleutels die zijn echt nog uit de oude tijd, dus die sleutelden de kathode vaak in een buizenzender. En je hebt shaping nodig bij MOS, omdat anders je signaal heel breed wordt. Die sleutelklikken die hoor je dan over een grote bandbreedte. Dus je moet zorgen dat de punten en de strepen niet abrupt stijgen en ook niet abrupt dalen, want anders dan word je breed. Het is een waarheid voor elke CW-zender. En bij deze sleutels zat dat in de sleutel ingebouwd. Ik kan dat niet laten zien. Wat ik wel even wil laten zien is hoe verschrikkelijk klein de sleutel is. Kijk. Deze kun je kopen voor, tenminste ik heb hier €22 voor betaald. Maar ze zijn nu wat duurder hoor. Maar ja, ik denk dat je voor 30, 35 wel zo'n ding hebt. Als je een beetje zoekt via eBay of via AliExpress misschien. Maar in ieder geval via eBay. Ik vind het een erg fijn sleuteltje. Dus ik ben erg blij met het ding. Ja, dan is het tegelijk nog die bijzondere historie van het ding. Dus dat is wel leuk, ja. En het is een serieuze sleutel. Je kan hem echt goed afstellen. Hij klikt. Je kunt echt bij QSO's maken. En dat ga ik ook doen dus. Ik heb nog een ander klein sleuteltje, maar die was wat duurder. Maar, van Vibroplex. Maar deze is wel fijner. Het is echt een serieuze seinsleutel. Al is het uit Sovjet-tijd, die niet bekend staat om de allerbeste kwaliteit van spullen. Maar toch. Ik weet het niet zeker, maar een andere bekende sleutel die is voor de Sovjet-Unie gemaakt in de buurt van Kiev in Oekraïne. En nadat de muur viel was er een enorme voorraad van. Dus die sleutels die best goed zijn, echt wel heel goed. Het is een kopie van een Jonker, ik heb er daar ook eentje van. Die zal ik nog in een ander filmpje laten zien. Maar ja, daar was een hele grote voorraad van toen de muur viel. Dus die kon je lange tijd kopen. Het lijkt er een beetje op alsof die voorraad nu uitgeput is. Maar je ziet ze nog veelvuldig op rommelmarkten voor tussen de 10 en de €40. Opnieuw een seinsleutel. Nou, mijn stem slaat over. Het is
een kopie van de sleutel waarmee ik geoefend heb. Heel in het begin toen ik morsen leerde. De afdeling Amersfoort van de Veeron had toen bij de firma Ravenhorst morsencursus. Dat was ook gewoon zendcursus. En die morsencursus werd gegeven door een instructeur van de Bernhardkazerne, die daar toen nog aan dienstplichtige morsenles gaf. En die gebruikte waar dit een kopie van is. Het is een traditionele sleutel. Geen kogellagers. Je ziet ze op rommelmarkten soms voor bedragen van 5 of 10 euro. 20 is ook wel een redelijk bedrag. Ik denk dat ze nu duurder zijn dan in de tijd dat ik deze kocht. Het is een kopie van de eerste versie van de Jonker. De bekende Jonker. En hij lijkt niet op de huidige Jonker, maar wel van binnen. Maar niet aan de buitenkant. De latere moderne Jonker die had een platte knop. Ik vind mezelf al ik ben van de ronde knoppen, ik vind dat fijner. Behalve bij de Kent die een platte knop heeft, daar zit zo'n dubbele knop op. En die sleutel is gewoon zo fijn dat hij dat gemis van de ronde knop volledig goed maakt. Dit is echter een kopie door de Sovjet-Unie gemaakt van die oude Jonker dus. Deze zijn gemaakt in Oekraïne. Daar stond een grote fabriek. En het vorige filmpje vertelde ik dus over de fabriek in Oekraïne. En toen de muur viel, toen was daar een enorme overschot aan sleutels die niet afgeleverd werden. En daar zit er eentje van. Die zijn in grote getalen zijn die op de markt verschenen. Het is voor wat het kost, is het een hele goede koop. Je moet hem niet laten vallen, want hij is van bakkeliet. En dan valt hij scherven uit elkaar. Dat is een beetje een nadeel, maar goed. Wie wil zijn sleutel nu laten vallen, dan wordt hij nooit beter van. Ik heb eigenlijk geen idee hoe dat zit met de verkrijgbaarheid nu via eBay, maar in het verleden zag je ze heel veel. Ik heb geen piepertje aangesloten, maar deze heeft een luide sleutelklik. Dat hoort eigenlijk ook zo, hè, dat een sleutel een luide klik heeft. De vroegere telegrafisten konden die tikjes ook opnemen. Ik kan dat niet, ik moet echt een piepje hebben. Ik kan ook niet van licht opnemen, maar... een fijne sleutel. Dus als je wil beginnen en je wil echt niet veel uitgeven, probeer zo eentje te bemachtigen. Zoals ik zeg, je komt ze op rommelmarkten soms tegen. En vaak zijn ze dan echt niet duur. Ook deze werden trouwens vaak geleverd met het shaping filter erin. Dus dat moet je er wel even uithalen voordat je dat op een moderne transceiver aansluit. Maar het binnenwerk lijkt echt heel sterk op de latere Jonker ook. Hè? Waar het dan ook een schaamteloze kopie van is. Maar ja, in de Sovjet-Unie en het Oostblok hadden ze geen auteursrecht en volgens mij ook geen uitgebreid patentwetgeving. Dus daar was het. In ieder geval alles wat daar gepubliceerd is en gemaakt, dat kun je zonder inbreuk op allerlei rechten, kun je dat, zeker als het in die tijd is tenminste. Maar dan kun je dat nog steeds namaken. Hè? Ik dacht eerlijk gezegd dat ik er zo'n snoer aan had zitten met een stekker, maar dat was niet zo. Ja, meteen achter de namaakjonker ook een echte erachteraan. Ze worden helaas niet meer gemaakt sinds een jaar of 6. De fabriek is ermee gestopt. Tot dat moment kon je bij militaria4u.com in Zutphen kon je nog jonkersheinsletters kopen. Maar op het moment dat de fabrikant stopte, was het daar ook meteen afgelopen. Dus ik denk dat ze geen uitgebreide voorraad hadden. Deze is redelijk gebruikt. Je ziet dat hij ook een beetje verbogen is. Volgens mij. Ik denk dat dat niet origineel is. En ik denk dat hij niet door amateurs gebruikt is. Want originele stickers daar. Ik denk dat hij ook heel lang niet gebruikt is. Ik heb hem bij mij ook alleen voor decor staan. Want hij doet het wel. Maar ik hou niet van platte knoppen. En ik hou niet van de Jonkersleutel. Ik vind dat een verschrikkelijke seinsleutel. Dus heel veel mensen vinden het fijn, dus ik zal daar niks aan afdoen. Kijk, je ziet dat hij redelijk hetzelfde is als de vorige. Dat was de reden waarom ik deze dit meteen achteraan doe. Dit deksel, dat is heel bekend. Hè? De meeste die je gezien hebt, die zijn luchtmachtkleur. Maar deze was groen. Dat is toeval. Deze kon ik ook toevallig kopen bij een partij. Nee, ik ben niet echt een verzamelaar in die zin. Ik heb geen dure seinsleutels. Ik vind seinsleutels mooi.
Ik vind vulpennen ook mooi. Ik heb ook een aantal vulpennen, maar ook niks bijzonders. En ik heb eigenlijk de stelregel dat ik, behalve als ik hem echt ga gebruiken, geen sleutels koop die meer dan 50, 60 euro zijn. En ik wil nog een keer de sleutel die bij het Chinese leger in gebruik is hebben. Maar die kan ik telkens niet voor een bedrag wat ik ervoor wil geven. Het is een sleutel die ik niet ga gebruiken. Dus het is alleen maar voor decoratie. En je ziet ze voor net boven de $50 of zo. En ik wil er eigenlijk 30 voor betalen en dat is me nog niet gelukt. Dit zijn sleutels die je eigenlijk vast zou moeten zetten om ze te gebruiken. Ik weet niet hoe ze dat deden bij professioneel gebruik. Maar echt zwaar genoeg om, maar het valt nog wat te doen. Hij klikt niet zo hard als die andere, dat hoor je wel. Die wordt het, als je kijkt naar die Kent sleutels, dat sleuteltje wat ik meestal gebruik, dat hele kleintje, die zijn echt ontzettend zwaar. Er zit gewoon een flink blok lood onderin. Dat is hier dus niet zo. Dus het hangt een beetje vanaf hoe je seint. Hij schuift niet op tafel, dus dat is wel prettig. Maar goed, de bekende Junker dus. Heel vroeger werden sleutels op die manier gemaakt. Nu niet meer. Er wordt niet meer zoveel mee geseind, ook professioneel niet, dus dat gebeurt niet. Maar hele dure sleutels vroeger hadden dit systeem. En wat er gebeurt is dat als je seint, dan krijg je als het ware een duwtje mee. En daardoor kun je met deze sleutel, met een handsleutel, sneller zijn dan met een andere handsleutel. Dat is redelijk bijzonder. Ik moet wel zeggen, je handschrift wordt er ook niet beter op. Maar het is wel heel leuk om mee te seinen. De sleutel is gemaakt door een creatieve Engelse sleutelbouwer, G3IUH, een jaar of 15 geleden. En toen hij voor zichzelf een betere versie maakte, kon ik deze overnemen. Hij bood regelmatig sleutels aan en bouwde ze aan de lopende band. Deze is wel bijzonder omdat hij voor hemzelf gemaakt is, met dat hele bijzondere systeem erin, wat tegenwoordig niet meer gemaakt wordt. Dus, G3IUH, serie nummer 20, zeg ik staan. Ik heb hem niet aangesloten, maar het werkt inderdaad. Ik weet niet of het tikken te horen is, dat zal als een goede sleutel mag tikken, hè? Dat zei ik eerder al. Hij is heel bijzonder opgebouwd met dat systeem van die bladveer dus. Hè? Ik weet niet of dat goed in beeld komt, ik denk het wel. Het zijn eigenlijk twee bladveren boven elkaar en de spiraalveer die er tegenin werkt. De knop, zo heeft hij verteld, is van berkenhout. Bolle knop, dus dat is voor mij wel mooi. Maar naast de Kent is dit en het kleintje zijn dat de drie sleutels die ik af en toe gebruik. En dit is gewoon een heel fijn ding. Je moet wel een tafelblad hebben zodat je genoeg ruimte hebt. Dat is bij de Kent ook zo. Het kleine sleuteltje, dat kan op mijn bovenbeen. Dus die gebruik ik daardoor toch wat vaker. Dit is een sleutel die niet werkt. De reden daarvan is simpel. Ik zie niks in zogenaamde single lever keys. Dat zijn seinsleutels met één hendel. Je hebt die dingen waar je die kunt knijpen. Die iambic sleutels. En dit is er eentje met alleen maar een hendeltje wat links en rechts kan. Ik heb deze gekocht, hij zat bij een partij met andere sleutels, voor een paar euro extra. En toen dacht ik, dat kan ik wel doen, dat is leuk voor in mijn vitrinekast. Dan heb ik er toch zo eentje. Nou, het verschil met een iambic is dus, een iambic heeft twee hefboompjes, twee panels. En die kun je knijpen en dan geeft hij afwisselend punten en strepen. Dat heeft deze niet. Ik kan alleen maar punten strepen. Even kijken, dit is punten, dit is strepen. Dus hij kan maar twee dingen. En een middenstand. Ik zie daar niet zoveel in. Dit is er eentje waar ook de elektronica in zit. Maar ja, zoals gezegd, hij is mij aangeboden als defect. En ik ga ervan uit dat het klopt. De knopjes die voelen ook een beetje lam. Maar cosmetisch ziet hij er dus niet totaal afgeracht uit. En hij staat dus prima in mijn
vitrine waar meerdere sleutels staan. En daar past hij hartstikke mooi tussen. Ik was toch niet van plan om te gebruiken. Dus ja, voor het bedrag was het toch niet een gekke aankoop. Van Tentec is die. De single lever key. Hoe zeg je dat in goed Nederlands? Ik heb geen flauw idee. Enkele hefboomsleutel.